Ik groet jullie, stoelor, kapé, kapie, kapare. Na lange tijd ben ik er weer met het programma Informatie Sonko Ansadi. Nu op dit moment zijn er natuurlijk heel wat actuele zaken die ik samen met u allen wil delen. Op dit moment kan ik bijna zeggen dat er een tsunami is van heel wat teleurstellingen, economische en maatschappelijke ellende. Zo wil ik het bijna noemen, of zo noem ik het ook. En als we heden ten dagen ook verder kijken, ja, de geloofwaardigheid of betrouwbaarheid van onze regeringsleiders, ja, komt in het geding zowel nationaal als internationaal. Als jullie alle berichten volgen, nieuws volgen. Nu is het ook zo dat wanneer je op social media gaat, ook heel wat men zegt dagelijks nepnieuws. Maar ik denk dat elk één toch wel het onderscheid kan maken tussen realiteit en nepnieuws. Vaststaat, kom ik terug op wat ik daarnet zei, ja, sociaal, maatschappelijke, economische ellende nu op dit moment. Maar ik denk dat voor mij, wat ik vandaag naar voren wil brengen, dat heel actueel en ik dieper erop in wil gaan, dat is die kwestie COVID-kijkers. Vandaag aan de dag zijn we met z'n allen op een kruispunt, ja, waar wij volledig de situatie COVID-19, ja, het niet meer kan controleren. Het is een situatie waar wij heel serieus, meer en meer dan ooit tevoren, tot ons, elk een van ons, moet doordringen dat situatie COVID niet is om naar huis te schrijven. We zijn maar een klein bevolking. Wij als fractie van de NDP hebben het keer op keer in het DNA aangegeven hoe serieus de situatie is. Keer op keer hebben collega's van ons gevraagd naar gedegen data, statistieken hieromtrent. Maar men lacht ons uit. Men vindt dat we zeuren. Wanneer zaken vanaf begin, ik weet of ik ben van overtuigd dat u ook zich kan herinneren. Ik heb in DNA vaker gevraagd, laten we niet grappen hiermee. In mijn voorgaande programma's een jaar terug had ik u ook allen gevraagd, porto singatiati, ikiocho tisepele ake, ka uchutane wis oké. Nang cakat pekoro COVID-19. En weet u wat mij nu zorgen baart, stoelor kapewai? Weet u nu dat het mij slapeloze nachten geeft wanneer ik de berichten volg? Wanneer ik situatie heb meegemaakt wat de gevolgen zijn van COVID-19? Los van de gevolgen wat ik daarnet heb opgezomd. Economische, sociale, maatschappelijke ellende. Ja? Het is nu zover dat ziekenhuizen, ja, mensen niet kunnen helpen. Mensen die zuurstof nodig hebben. Mensen die acuut op een IC-bed moeten gaan liggen. Ja, we zijn nu echt daar beland waar wij in het verleden alleen maar op televisie beelden zagen in het buitenland. Surinamers, dit is een serieuze zaak. Ik hoop dat de regering, of niet de regering, in dit geval de leiding van het DNA, onze brief die we hebben geschreven, dat we een openbare commissievergadering wil hebben over kwestie COVID, wel dit keer gaat honoreren. Dat we die vergadering wel op de agenda geplaatst krijgen. Weet u waarom? Wanneer de regering vaker in DNA met spoed
commissie COVID bij elkaar roept. Ja? De commissieleden komen allemaal met voorstellen, wordt gewoon van de tafel geveegd. Dus soms vraag ik mij ook af, wat voor zin heeft het als de regering in DNA komt om uit te leggen, omdat die al heeft besloten wat die doet. Natuurlijk hebben we alle belief in de regering, maar wat blijkt nu? Wanneer de regering steeds aangeeft dat hij een batterij aan deskundigen, wat blijkt nu in de praktijk? Wanneer de regering, u weet het als u het DNA hebt gevolgd, ja, wat de kritische kanten zijn van vele van onze fractieleden, ja, wordt gewoon met een sissertje afgewimpeld. Het lijkt alsof ze gewoon wil zeggen, je zeurt. We hebben vaker aangegeven, geef het goede voorbeeld. Ook toen Pagua speelde, wat hadden we ook aangegeven? Pagua is niet een feest dat thuis wordt gehouden met familie. Pagua is een uitbundige feest daarbuiten waar alle Surinamers, wat heel mooi en heel fijn is, ja, het gaan vieren in eenheid. Maar dat moeten we dat niet hebben in deze COVID-situatie. Dat vandaag we op een kruispunt belanden, waar wij nu als natie, als Surinamer, afvragen hoe moet het nu verder, heeft allemaal te maken met het beleid. Natuurlijk moet ik me ook haasten. De verantwoordelijkheid van COVID-19 moet elk een op zich dragen. Aku te apneus om een ake. Wasilanti, orangeke een voorbeeld. Wanneer prominente figuren geen goede voorbeeld geven, probeer het besef voor jezelf te nemen dat je die verantwoordelijkheid op je neemt. Elk een heeft een verantwoordelijkheid. Maar te meer moeten we wel aangeven, wanneer we vaker in DNA aangeven, regering, geef het goede voorbeeld. Wanneer er continu lockdown wordt toegepast en de COVID-besmettingen blijven stijgen, dan stel je toch de vraag, waaraan ligt het? Ik kreeg vaak telefoons hoe autoriteiten bij de grensgebieden, dan denk je aan Albina, denk je op Stolksijver, dat ze de andere kant op kijken. Waarom ze dat doen, daar heb ik geen antwoord op. En wanneer er zo een commissie in DNA komt, daar zit ook het ministerie van Justitie. De vraag is dan, wanneer er overtreders zijn, wanneer mensen maar feesten, wat doet dan het ministerie van Justitie bij deze? Laten we maar kijken naar die kwestie van de markt. De markt is gesloten. Er wordt gewoon gezegd, je kan daar op straat verkopen, maar er is verder geen structuur, geen begeleiding hoe dat moet. Het is alleen maar chaos wat daar nu op dit moment. Of men kan, als men het besluit neemt om de markt daar te houden, ga desnoods voor de markturen de Jodenbriestraat afsluiten, dat auto's niet daar langs kan gaan. En ga erop toezien dat werkelijk de mensen die afstand houden. Dus gewoon zeg het beleid, markt is gesloten, gaan jullie op straat daar aan de Jodenbriestraat, punt uit. En wat is het gevolg? Nog een grotere chaos. Er is natuurlijk ook een voorstel, laat de markt open. Er zijn een aantal ingangen. Bespreek het goed met degene die daar de leiding of erop moeten toezien. Desnoods ga je nog meer manpower inzetten om toe te zien hoe druk is de markt, hoeveel mensen laat je in. Laten we het voorbeeld nemen van de kleine winkels. En ik denk dat een ieder, elk een, neemt de verantwoordelijkheid ook al op zichzelf. Ze gaan niet zo gauw naar drukke plaatsen, maar voor degenen die daar naartoe gaan, laat de overheid ook helpen met de controle. Er zijn toch zoveel overtollige ambtenaren op RO en OW, ik noem maar wat. Maar om zo op los te laten, waar er geen duidelijk beleid,
Dit is natuurlijk wat ik bedoel, dat de fractie met de regering wil zitten hieromtrent. En daarom hebben we een schrijf gericht dat we met de commissie in een openbare vergadering moeten zitten met de regering. Wanneer ik nogmaals vraag hoe ziet het beleid uit, is tot nu toe nog niet duidelijk naar ons toe. Er wordt niet voldoende gecommuniceerd met de gemeenschap. En wanneer je ook weet dat er zoveel mensen een zogenaamd pas of toestemming, vraag je ook af wat is het beleid daarop. Vandaar dat ik natuurlijk blijf hameren, regering, geef een duidelijk beleid. En er is natuurlijk nog zoveel kritiek hierop, maar misschien heb ik dan de belangrijkste dingen naar voren gebracht voor u. Kijkers, bedankt voor het willen kijken, luisteren. Geef de boodschap aan elk een. Let op jezelf. Neem de verantwoordelijkheid ook zelf. Als er slechte voorbeelden zijn, neem dat niet over. Alsjeblieft. Maturkesuons tulur kapé, patokalum grunga ake. Tot de volgende keer met het programma Informatie Sonko Ansadi.